Wat? Ja, maar ik vind entertainen te leuk. Dan maar doei, Piemol. Dag, tot ziens. Goed, Bradley. Oh, God. Wat is het meest awkward moment in jouw leven geweest? Het meest awkward moment. Oh ja, ik weet wel dat ik nog een keer met mijn moeder, toen ik jong was, toen ging ik een keer BH's kopen met mijn moeder. Niet voor mij, maar voor mijn moeder. Ja, maar. En ik zat toen te wachten op haar en zij was bezig. En ik was zo erg op zoek naar waar ze zat. Ik wist niet meer in welk hoekje ze zat. Dus ik doe gewoon heel random gewoon zo'n ding open. Zo van, mama, jij bent daar! En was het een andere vrouw die gewoon aan het omkleden was. Full on, tits, exposed, ja. Boobies, alles? Dat was wel redelijk ongemakkelijk. Hoe oud was je? Ja, 10 of zo, 18. En de reactie is dan, ah, borsten! Tieten! Ja. Dat. Oh, ja. Oh my god. Ja, oké, awkward. Ja, dat is pretty awkward. Nee, die geef ik aan je. Ja. Wat zou je doen als je 1 uur een vrouw zou zijn? Nou, waarschijnlijk naar mezelf kijken, denk ik, 1 uur lang. Alleen kijken? Ja, denk het wel. Wat doe jij? Zo? Wat ik doe. Kun je ellebogen zo doen? Ja, doe ik zo. Grappig. Gewoon al die jokes. Ik ging ook zeg maar mee daarin. Goed, Bradley. Trek je jezelf wel eens af voor de spiegel? Voor de spiegel? Oh, nou oké, ik ga wel echt eerlijk zijn. Ik weet nog wel, toen ik voor het eerste keer ontdekte mezelf, was ik wel benieuwd hoe dat eruit zag. Ik heb het wel een keer gedaan, doe het nu niet meer. Nee. Ook zo in de spiegel? Nee, dat okay. Niet. Nee. Goed. Heb je wel eens iets online gezet waar je later spijt van had? Dus ofwel een video of een tweet, alles wat online en social vast is. Vast wel, maar ik weet alleen niet meer zo goed wat. Ik weet... Nee... Moeilijk. Moeilijk, okay. Ja. Nou, dan gaan we gewoon langs. Heeft een haatcommentje wel eens geraakt? Vroeger wel. Ja? Ja. Wat vroeger voor comments zijn er dan? Ja, het is vooral heel vaak van, je bent toch homo, je bent toch gay? Dat ik dan vroeger heel erg dacht van, what the fuck? Ja. En nu doet het me echt niks meer. Nee. Nee. Heb je zelf wel eens haatcomments geplaatst? Nee. Nee? Nee, ik ben normaal niet zo. Ik ben heel braaf. Oké, nou, dat vind ik dan weer jammer, weet je wel. In Bichtok wil ik graag mensen hebben die niet zo braaf zijn. Maar goed, hey, wat is het gekste bericht dat je ooit hebt gehad van een fan? Het gekste? Ja. Ik ga het ook echt herhalen, ik voel me echt net... Het gekste! Het gekste. Ja, maar het is vooral heel heftig altijd dat mensen zeggen van, ik ga denk ik zelfmoord plegen, dat soort dingetjes, weet je wel? Oh ja, ja. Dat is wel echt heftig, maar niet echt heel raar of zo. Van, ik ben mezelf aan het vingeren op je of zo. Nee, dat soort dingen niet. Er zijn mensen die dat doen, waarschijnlijk. Denk ik. Justin Bieber krijgt echt wel van dat soort dingen, denk ik. Ja, maar... totaal. Absoluut. Ja. Nee. Omdat mensen dat ook dan tegen hem zeggen. Ja. Zo van, doe er wat mee. Hier, ik ben nu even bezig met mezelf, terwijl ik kijk naar jou. Voor jou. Ja, goed. Hey, welke YouTuber mag wat jou betreft zijn kanaal verwijderen? Snapking. Dat is Snapking? Wel heel basic antwoord wel. Het is heel basic. Je mag geen Snapking zeggen. Shit. Quinty, Missy Jan. Nee, grapje. Nee, grapje. Hey, dom. Ja. Anders gaan we even... asociale antwoorden dit. Nee, love you. Bradley, doe je aan sexting? Ja. Ben je actief op Grindr, Tinder of een dergelijke app? Ja. Hoe actief? Iedere week wel. Ook inclusief dates? Daar ben ik echt heel slecht in. Ik heb het een paar keer geprobeerd, maar het lukt me echt gewoon niet. Ik ben echt meer van de personal things. Als je op een feestje moet leren kennen. Mensen hebben gelijk een verwachting als je op een dating app zit. Van, je vindt elkaar al gelijk leuk. En dat vind ik echt kut. Ja. Do you get me? Soort van. Oké. Okay. Klein beetje. Hey, vertel je wel eens grappen waar niemand om moet lachen? Oh, on a daily basis gewoon. Oh my god. Ik ben echt vol bezig met slechte grappen maken. Dan lach ik zelf het hardste gewoon. En dan is iedereen gewoon stil. Ja. Ja. Naar. Ja. Dus vooral jij ook af en toe. I know. Ja. Nee, heel vaak. Ja. Roep je wel eens scheldwoorden die eigenlijk net niet kunnen? Nee. Echt? Ja, jawel. Ja, maar wel gewoon met een goede kring van vrienden. Dus in de goede, in de juiste kringen? Juiste kring, waar het kan, maar niet in het openbaar. Nee, precies. Daar ben je iets meer tactisch. Nee.
Top. Ja. Hey, je hebt een soort van een deel overleefd, maar er is nog een stukje wat we gaan doen, namelijk duivelse dilemma's. Oeh. Ben je er klaar voor? Ja. Oké. Poep eten die naar Nutella smaakt. Voel meteen, ja. Toch, hè? Laten we er gelijk maar mee beginnen. Of een Nutella-reep eten die naar poep smaakt. De eerste. Ja? Dat snap ik zit er dus wel niet. Er zitten bacteriën in natuurlijk. Ja, want poep is wel gewoon echt wat uit je lichaam moet. Dus hoe het nou smaakt. Dat is wel waar. Ja, dan, nee, dan wel de laatste. Dan heb ik niet die bacteriën, dan ga ik niet dood. Toch? Maar dan is het wel even doorbijten. Van, ja. Ik laat mijn gasten graag heel erg hun eigen antwoorden vormen. nooit meer een nagel afbijten of nooit meer iets in je leven uitstellen. Nooit meer een nagel afbijten of nooit meer iets uitstellen. Nooit meer iets uitstellen dan. Oké. Sorry, ik las even mijn volgende vraag en die is heel grappig. Bungee jumpen terwijl het touw om je piemel geknoopt zit? Of je permanent... je stem permanent verliezen zodat je nooit meer een vlog kan maken? Oh my god, dit is zo vulgair. Oh, dan de eerste denk ik. De bungee jumpen met mijn piemel. Wat? Ja, maar ik vind entertainen te leuk. Dan maar doei piemel, dag, tot ziens. Tot ziens. Then I'm gonna be a woman. Ja, dag! Ja, bye, weet je wel, tot ziens. Terwijl je zo juut. Ja, precies. Of eigenlijk juut naar beneden. Juut zo, hup. Goed, ja. Oké, okay, ik vind dat openbarend. Vind je? Ja. Oké. Okay. Heel heftig, echt een ding. Hé, hey, je hebt het fantastisch gedaan hier in de TikTok. Ik word er zelf nerveus, zo ontspannen.